Hexta, Jaden Stenis, Tim Poppelaars, Dinan Pieters, Jur van Brussel, Bart Blom, Justin van Uden, Gian van Aalen. Wie gaat het zijn? Twee kempbanen in de banen. Zijn er wel drie of vier die meegaan? Op dit moment is het iemand van Uden die vooraan gaat. Nee, dat is mee van Aalen. Van Brussel zit daar op drie. En dan krijgen we niemand vanuit Kelder. Als de Blom op de vierde positie. Daar de strijd is nog niet gestreden. Dat was op de beet gedaan. Maar vooralsnog lijkt de eerste kans toch wel te liggen bij Van Uden. Die daar een kleine voorsprong heeft gepakt. Ook Gian van Aalen vanuit SSG nu al. Wat gaat er gebeuren? Tot Tim van Aalen. Die spint bij de veld. Hoe moet daar even van zijn klappertje af? Maar die blijven staan. Ja, dat gaat het dan net lukken. Pakt daar toch wel wat snelheid mee. En kan een klein beetje in de top van Uden. Maar op dit moment is de strijd toch wel groot hoor. En waar zit dan Van Brussel? Die zit op die derde plek. Kan hij daar nog iets aan veranderen? Of gaat het dan niet meer lukken? Ik denk bang dat die strijd ook weer gespreid is. Ik denk namelijk dat de winnaar van vandaag gaat zijn. De Justin van Uden. De tweede minuut zien we Gian van Aalen. En op de tweede, derde plek hebben wij dan niemand minder dan Jur van Brussel.